In deze video ga ik jullie een aantal dingen vertellen wat er is gebeurd bij ons. Het bezoek van de politie, meerdere malen en wat we daaraan konden voorkomen. Dus ook heel veel informatie voor jullie. Allereerst moet je niet schrikken. Het is niet zo dat wij de sjaak zijn of wat dan ook. Omdat iedereen denkt wel altijd dat wij dingen doen die heel gevaarlijk zijn, omdat we alles maar op internet gooien. Maar het is ook echt daadwerkelijk zo dat wij ons altijd binnen de regels houden van dit land. Omdat ik weet dat mocht ik de regels overtreden, dat ik dan het hele YouTube-kanaal riskeer. En dat wil ik gewoon niet op mijn geweten hebben. Dat is ook de reden waarom wij een van de enige kanalen zijn die daarna ja, nog overeind is gebleven in alle hectiek van de regels en het gepakt kunnen worden. Ik ga jullie vertellen wat er de afgelopen jaren is gebeurd qua politiehuiszoekingen. En hoe dat dan in zijn werking gaat. Want ik begrijp dat heel veel mensen die vraag hebben. Ik krijg dagelijks DM's op Instagram of zelfs op YouTube van waarom worden jullie niet gepakt? Jullie hebben veel meer dan 25 kilo. Hebben jullie ooit politie over de vloer gehad? Dus daarom dacht ik, dit is misschien wel een interessante video om jullie alle informatie en details daarvan te geven. En om het ook even te hebben over de regelgeving. Want die is in mijn optiek, zit die heel erg scheef in elkaar. Eigenlijk is het heel makkelijk om die regels te overtreden. En als er een keer politie voor je huis staat, ook al doe je niet aan YouTube of social media, dat je dan toch misschien opgepakt kan worden. Daar heb ik zo meteen een aantal voorbeelden van. Dus ik zou zeggen, blijf deze video zeker kijken. Want over een aantal dagen is iedereen natuurlijk weer naar alle vuurwerkwinkels geweest. Naar Duitsland geweest misschien wel. En dan heb je je vuurwerk thuis. En dan, omdat je bijvoorbeeld aan het in- en uitladen bent vanuit je auto naar binnen, zijn er altijd wel een paar mensen die jou verlinken, zodat de politie langskomt. En die pakken jou dan op de meest onzinregels. We doen natuurlijk YouTube al veel langer. Alleen de jaren waarin wij de meeste huiszoekingen hebben gehad, wat nooit naar buiten is gekomen, is ongeveer de jaren tussen 2017 en 2020. Daarin deden we ook heel veel unboxings. Altijd in het buitenland. Al denken jullie misschien van niet, maar de unboxings die wij deden, die deden altijd in het buitenland. Maar goed, het is ook logisch dat de politie dan denkt van, hey, die heeft dat thuis liggen. Dus bijvoorbeeld in het jaar 2019 hebben we bijvoorbeeld 3 keer in december huiszoeking gehad. Het woord huiszoeking klinkt enger dan dat het is. De politie belt gewoon aan. Als de politie voor je deur staat, dan moeten ze altijd een huiszoekingsbevel aan jou kunnen tonen. Hebben ze dat niet, dan mag je hun de toegang weigeren. En dan zijn ze ook niet gemachtigd om zomaar bij jou binnen te komen. Je hebt een huiszoekingsbevel en je hebt een huisdoorzoekingsbevel. Een huisdoorzoekingsbevel is meestal enkel in grote gevallen, zoals dat ze bijvoorbeeld verdenken, dat ze jou verdenken van drugs of wat dan ook. Dat komt bijna nooit voor met vuurwerk, tenzij ze jou verdenken van grootschalig handel. Een huisdoorzoekingsbevel betekent echt dat ze alles open mogen halen, kastjes mogen openen, alles overhoop mogen halen zonder jouw toestemming. Dus in de meeste gevallen voor vuurwerk, als er een keer politie voor de deur staat, dan hebben ze een huiszoekingsbevel. Het enige wat ze dan mogen doen, is rondkijken. En dan vragen ze altijd, want dat deden ze ook bij ons, mogen we even in de kastjes kijken? Nou, officieel mag je dan zeggen nee. Nou, had ik niks te verbergen, dus ik heb altijd gewoon gezegd, ja hoor, kijk, maar mij maakt het niet uit als jullie er maar geen zooi van maken. Zo hebben wij dus 3 keer in december huiszoeking gehad. Ze bleven maar komen. Op een gegeven moment heb ik ook gezegd, jongens, jullie moeten mij vertrouwen. Ik zou nooit de regels willen overtreden. Ik heb veel te veel op het spel. Naast het YouTube-kanaal werk ik ook gewoon. En dat wil ik niet op het spel zetten voor een paar pakjes nitraten of wat dan ook voor oud en nieuw. Maar goed, ze gaven altijd aan van ja, weet je wat het is? Je gaat constant naar Polen en ja, wij verdenken jou gewoon van het meenemen uit Polen. Nou, iedereen denkt dat wel volgens mij, want ik krijg heel vaak de reactie van jullie nemen sowieso al mee uit Polen. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, jullie moeten me er echt op geloven, maar ik heb nog nooit vuurwerk uit Polen of Tsjechië meegenomen. Omdat ik ja, die risico's gewoon niet wil riskeren. Ik weet gewoon ook dat als je bijvoorbeeld in Duitsland gepakt wordt met F4 bijvoorbeeld, ben je nog harder de lul dan hier in Nederland. Dus daarom moet je dat ook nooit willen doen. Dat risico is te groot daarvoor. Als je dan ook nog een leven ernaast hebt waar je aan het werken voor bent. Dus in die jaren hebben wij de meeste huiszoekingen gehad. Dan trekken ze alles open, op toestemming dus wel. En dan kijken ze wat je hebt.
Eén keer was wel grappig, want ik had dus heel veel dummies thuis. En er stonden dus dummies onder de kerstboom. Jullie kennen die video's nog wel, dat we live gingen, dat er dan onder de kerstboom een aantal dummies lagen. Nou, er waren dus vuurwerkspecialisten van de politie bij. En die gingen gelijk naar die dummies en die pakten het al zo van, ja, dit is het. Want het waren dus illegale dummies. Of in ieder geval dummies van vuurwerk wat illegaal is. En die pakten ze al en toen moest ik zeggen, dat zijn dummies. Dus het is gewoon echt zo dat de vuurwerkspecialisten van de politie ook echt vaak weinig verstand hebben van vuurwerk. Zo hebben ze ook bij mij een keertje heel lang staan kijken naar kaarsen. Vuurwerkmerk Leslie die heeft namelijk een soort van merchandise kaarsen in de vorm van knallers. Zij dachten echt dat het gewoon knallers waren. Vanaf dat moment hebben we natuurlijk heel veel meegemaakt omtrent YouTube kanalen die gepakt waren. En vooral ook de Poolse webshops die gestopt zijn. En toen heb ik heel duidelijk die scheiding gemaakt van jongens, ik ga niet meer de grens opzoeken van dat de politie kan denken dat ik hier in huis wat heb bijvoorbeeld. Dus dat heb ik ook bewust gedaan. Ik ben het ook zat dat de politie aan de deur kan staan. Dus ik ben daarmee gestopt, die unboxings en wat dan ook en de grens opzoeken. Alles wat wij doen blijft in dat land. Unboxings doen we ook niet meer. En daardoor hebben we dus al sinds 2019 geen politie meer over de vloer gehad gelukkig. En daarmee ook de vraag beantwoord. We zijn dus nooit gepakt geweest omdat ze iets hebben gevonden in huis. Omdat we ook daadwerkelijk ons aan de regels houden. Het volgende punt is, en dat is eigenlijk waar ik het met jullie wil over hebben in deze video, is de 25 kilo regel. Nou heb je natuurlijk vuurwerkfora waar iedereen praat over de 25 kilo regel van. Die wordt niet gehandhaafd, maar het is wel een wet. Ik bedoel, als je boven de 100 kilo aan vuurwerk thuis hebt liggen, en geloof me, 100 kilo is niet veel. Een aantal mensen die nog nooit grotere compounds hebben gehad, die zullen denken, zo, 100 kilo vuurwerk. Nou, 100 kilo aan vuurwerk is bijvoorbeeld een pyro de papel van 50 kilo en twee andere compounds. Dus dan heb je bijvoorbeeld 3 cakes, of 4 eigenlijk, want pyro de papel bestaat uit 2 cakes. Maar dat is dus al meer dan 100 kilo. En dan heb je dus een boete die begint bij €750. En je moet waarschijnlijk ook vastzitten. Dus besef even wat voor boetes daarop staan en straffen voor als jij meer dan 25 kilo in huis hebt. Het rare daarin is dat die regel, die 25 kilo regel, die geldt dus eigenlijk al tientallen jaren. En ik vind dat het onterecht is, omdat in die afgelopen jaren is er heel veel ontwikkeld. Ik bedoel, we hadden tot een aantal jaar geleden hadden we maximaal 500 grammers. Dat waren gewoon zulke cakejes. Daarna had je connected boxen. En nu heb je dus compounds. En vroeger kocht iedereen gewoon vuurpijlen, een paar sloffen rotjes, Romeinse kaarsen en babypijlen. Waardoor je dus heel moeilijk aan die 25 kilo moest komen. Tenzij je echt gewoon een freak was die superveel aan vuurwerk besteedde. Maar nu, deze dagen, met al die compoundboxen, is die 25 kilo gewoon achterhaald. Ik bedoel, ik had het net al over de grootste cake van Nederland, de Pyro de Papel. Die is dus 50 kilo, omdat die officieel bestaat uit 2 compounds. Maar zonder die winkels in Nederland allemaal verantwoordelijk te stellen voor dat, want dat is dus niet het geval. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aantal kilo's die je koopt. Is het gewoon bijzonder raar dat jij dus bijvoorbeeld naar een vuurwerkwinkel in jouw regio kan gaan, Pyro de Papel online bestellen en dan staat er nergens hoeveel kilo die weegt of zo. Maar je bent wel al in overtreding, want dat ding is 50 kilo. Als jij die in je eentje thuis neerzet en er komt politie en ze willen je naaien, dan ben je dus al de sjaak. En word je gepakt, wordt die in beslag genomen en dan wordt er gewoon een strafbeschikking opgesteld. En daarom is die regel gewoon zwaar achterhaald. Ik hoop ook dat veel mensen deze video zien. En vooral natuurlijk de vuurwerkbranche die hier echt iets tegen moet doen. En daardoor is het ook gewoon heel moeilijk om als liefhebber van vuurwerk, en vooral dit jaar, want dit jaar is het eerste jaar in 3 jaar tijd dat we weer vuurwerk legaal mogen kopen in Nederland. En heel veel mensen hebben ook al bestellingen die nog van 2020 staan. Hebben ze netjes trouw aan die winkels zijn ze gebleven van, weet je, laat die bestelling maar staan, schuif maar op naar volgend jaar. Dus dat is eigenlijk vuurwerk van de afgelopen 2 jaren. En daardoor hebben heel veel mensen dit jaar, vermoed ik, veel meer kilo's in huis dan dat ze normaal gesproken zouden hebben. Omdat iedereen meer los wil gaan. We hebben al 3 jaar geen oud en nieuw gehad zoals we het kennen. Dus ja, het kan voor problemen zorgen. En daar wil ik jullie dus ook voor behoeden.
Je hebt altijd snitches in de straat die jou in en uit zien laden van boksen, de 29ste. Die dan een melding doen, er komt politie thuis en dan word je gepakt. En je hebt geen poot om op te staan, omdat het wel gewoon een wet is. Je moet je houden aan die 25 kilo regel. Volgende punt is, waar ik het net ook al even over had. Het meest vreemde eraan is dat het op de meeste vuurwerkwinkels... En ik kan nu wel even een stuk in beeld brengen of een foto van een van de bekendste vuurwerkwinkels uit onze regio. Daar kan je gewoon compounds bestellen waar dus niet het gewicht op staat wat de cake weegt. Er staat hoogstens soms een netto kruidgewicht wat erin zit. Maar hoeveel zo'n cake weegt, dus hoe de politie ook echt weegt, want die komen echt letterlijk met een weegschaal. Dat is dus bij ons gebeurd met legale cakes. Moesten de cakes op een weegschaal. En als die dan boven de 25 kilo was, dan was je dus gewoon de sjaak. Dus dat moet eigenlijk ook op die winkels de website staan. Omdat heel veel mensen, die zijn niet zo gek als ons met vuurwerk. En die kopen gewoon een aantal boxen in. En dan kan je dus de sjaak zijn. En nou weet ik wel dat de politie niet heel erg handhaaft op die regel. Maar als ze het gaan doen, dan ben je dus wel de sjaak. Dus ik zou daar op letten, jongens. Kijk daarvoor uit. Want je wil dus niet bijvoorbeeld dat je oud en nieuw verpest is, omdat je dus een aantal maanden goed gespaard hebt voor een aantal mooie cakes. Een Funkeblok of zo, Vivaldi. Eigenlijk mag je maar één Vivaldi hebben. En voor de rest mag je dan niks meer in huis hebben van kant 2. Hoe raar is dat? Ik bedoel, die regel is gewoon zwaar achterhaald. Het volgende punt. Het is namelijk zo dat wij een aantal jaar geleden... een aantal jaar geleden ontstonden er heel veel... DM's in ons, bij onze Instagram en ook op vuurwerkforum heb ik het gezien. Dat er dus in Delft een jongen gepakt is met 270 kilo legaal vuurwerk. Die jongen die was dus vastgezet. Toevallig, iedereen dacht dat wij het waren. Dat was dus niet het geval. Maar ik ken de persoon die, bij wie dit is gebeurd. Ik heb de jongen daarna ook gesproken er uitgebreid over. En het is dus echt zo dat er 270 kilo aan legaal vuurwerk in beslag was genomen. De jongen heeft 30 uren moeten vastzitten op het politiebureau van Delft. Jullie zien nu ook het artikel. Het vuurwerk was weliswaar legaal, maar je mag niet meer dan 25 kilo tegelijk in huis hebben, meldt de politie. Dus besef hoe raar dat is, want 270 kilo is helemaal niet veel. Dat weten wij als vuurwerkliefhebbers maar al te goed. Dat zijn een paar compounds bij elkaar en dan zit je er al aan. En als je een liefhebber bent en gewoon lekker wil stoken om 12 uur... dan zit je zo aan 3-4 compounds, wat dus ongeveer 200 kilo is. Dus je ziet het, er wordt wel degelijk gecontroleerd hierop. En af en toe is er iemand gewoon de sjaak, omdat er waarschijnlijk gewoon getipt is. En dat is bij deze jongen ook gebeurd. Wij waren het dus niet, alleen ik heb de jongen gesproken. En de jongen heeft uiteindelijk op 270 kilo legaal vuurwerk... heeft hij een boete gehad die maximaal is. Dus dat is de boete die voor een taakstraf hangt nog... En die boete was 1750 euro. Dus besef dat, jongens. Laat dat goed tot je doordringen. Voor 270 kilo legaal vuurwerk in huis kreeg die jongen 1750 euro boete. En hij heeft 30 uur vastgezeten. Vuurwerk weg. Wat ook ongeveer, denk ik, 2.000, 3.000 euro kostte. Alles gewoon verpest om legaal vuurwerk. Je mag dus 25 kilo in huis hebben volgens de politie. Per huishouden. Dat hangt. Ja, dat is dus echt gewoon... in huis en dan mag het dus niet midden in de woonkamer staan, maar wel op een afgesloten locatie. Zwaar achterhaald. Het tweede punt, want dan blijven we even bij dit facecammetje en de website, is natuurlijk het vuurwerk kopen in Duitsland. Want hoe zit dat nou precies? Ik bedoel van, de ene zegt dat je niet vuurwerk mag halen in Duitsland. Ik bedoel, wij hebben ook TikTok en daar hebben we een aantal video's geplaatst over dat we vuurwerk gingen halen in Duitsland. Nou, heel veel reacties van mensen van, waarom zet je dit open en bloot op internet neer? Succes met politiebezoekjes en zo. Maar ik neem jullie nu gewoon even mee naar wat er op de site van de politie staat. En dat is heel belangrijk. Dus ik hoop dat jullie dit echt blijven volgen. Want dit is belangrijke informatie. Mochten jullie ooit gepakt worden als je van Duitsland komt of dat je thuis zit, dan kan je altijd refereren naar deze artikelen op de site van de politie zelf. Omdat ik weet dat de politie zelf deze kennis vaak ook niet eens heeft. Politieagenten die denken dat het niet mag, terwijl het op de site van de politie heel anders staat. Je mag dus gewoon je vuurwerk kopen in Duitsland. Dat is gewoon legaal toegestaan en dat staat ook gewoon op de site van de politie. Hier staat namelijk ook, je mag in het buitenland alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse regelgeving. Nou, dat houdt dus in en eigenlijk mis ik hier, vind ik,
een lijstje met wat die punten dus zijn. Waar je op moet letten als je in Duitsland vuurwerk gaat halen. Maar ik kan die wel even opnoemen nu voor jullie. Je mag dus geen vuurpijlen hebben. Je mag geen knalvuurwerk meenemen. Geen single shots. Je mag niet meer dan 25 kilo de grens over meenemen. En daarnaast moet er op elke cake of ieder vuurwerkproduct moet er een Nederlandse tekst op staan. Nou heb je bijvoorbeeld bij de Aldi en de Lidl in Duitsland bijna op ieder product Nederlandse tekst sinds een aantal jaar. Dus dat is top. Alleen mag je dus dan weer geen knalvuurwerk, vuurpijlen meenemen en niet meer dan 25 kilo. Dit geldt dus ook voor België. Dus mocht je naar België gaan en je koopt daar gewoon je legale producten en houd je vervolgens aan de regels die in Nederland gelden, dan ben je dus niet strafbaar en mag je het houden. Dan heb ik dus meerdere winkels ook in België gesproken. En wat er dus vaak gebeurt, is dat de politie grenscontroles houdt. Die ene keer per jaar dat ze het sporadisch doen. En dan vragen ze aan iedereen of je een papier wil ondertekenen waar je vrijwillig afstand doet van je vuurwerk. En daar moet je dus echt mee uitkijken, jongens. Want als jij dus gewoon je houdt aan de regels in Nederland, dan mag je dat vuurwerk gewoon houden en kan je ze wijzen op deze site. Ik zal de link van de politie, dus deze link, zal ik even in de beschrijving neerzetten. Want dan kunnen jullie daar altijd, kunnen jullie altijd tonen mochten jullie een agent krijgen die hier niet van op de hoogte is. Heel veel mensen wisten dat niet, maar dat is dus echt zo. Link staat in de beschrijving. Mochten jullie toch een keer politie aan de deur krijgen, bedenk je dan goed wat je doet en wat wel mag en niet mag. Want anders kan je zomaar bijvoorbeeld een keertje de sjaak zijn terwijl je eigenlijk niet de sjaak hoeft te zijn. Je kan ze echt wijzen op een aantal wetten. Bijvoorbeeld een huiszoekingsbevel die ze altijd moeten overhandigen. Een huiszoekingsbevel waarbij ze dus niet gemachtigd zijn om bijvoorbeeld kastjes open te trekken of koelkasten, wat ik nog wel eens hoor. We kennen allemaal het verhaal van Ruben toen de politie bij hem thuis kwam. Toen hebben ze echt alles overhoop gehaald. En dat was, denk ik, vermoed ik, een huisdoorzoeking. Dan mogen ze dat wel doen, omdat ze hem natuurlijk verdachten van veel meer dan enkel wat vuurwerk in huis hebben wat niet mag. Maar in wat ik dus benoem van als je dus vuurwerk in huis hebt wat eigenlijk niet mag, dan is 9 van de 10 keer eigenlijk altijd heb je een huiszoeking. En een huiszoeking is gewoon rondkijken, ze mogen niks aanraken, ze mogen alleen rondkijken. En als ze dus zeggen mogen wij even in die kastjes kijken, dan mag je zelfs zeggen nee heb ik liever niet. En dan hoef je daar geen antwoord op te geven. Dus ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben, jongens. De dagen staan namelijk weer voor de deur. Over een aantal dagen mogen we het vuurwerk kopen en in huis hebben. Ik hoop echt dat jullie deze regels goed in je hoofd nemen en deze tips. Vertel hem ook aan je vrienden die vuurwerk in huis hebben of iets. Zodat jullie in ieder geval niet voor verrassingen kunnen komen te staan als er een keer politie voor de deur staat. En ik weet wel dat heel veel mensen denken, ja, maar ik ben anoniem. Ik maak geen YouTube-video's, ik plaats niks op Instagram of wat dan ook. Dus het komt wel goed. Nou, het gevaar ligt op een kleine plek, want die jongen uit Delft heeft ook geen social media. En hij was dus uiteindelijk verlinkt door een buurtbewoner, omdat hij diegene zag in- en uitladen bij zijn auto de 29e met allemaal dozen met vuurwerk erop. Een paar compounds. Dan kan je dus al verlinkt worden. En er is altijd wel één iemand die dat ziet en denkt, hé, daar ga ik even een melding van maken. Ik hoop dat jullie veel aan deze tips hebben, jongens. Mocht ik een tip niet verteld hebben en jij denkt van, hey, wacht even, dat is ook handig om te vermelden, laat het weten in de comments, zo helpen we elkaar. Morgen gewoon weer video, jongens. En voor je het weet kunnen we het vuurwerk ophalen en afsteken. Dus thanks voor het kijken en morgen om 4 uur gewoon weer een nieuwe video. Later.